Goedemiddag allemaal en welkom bij Plein Publiek. Het wekelijkse programma op de vrijdagmiddag, waarbij we tijdens de vrijdagmiddagborrel niet enkel hersencellen doden, maar ook veel informatie vergaren. En dat doen we met interessante makers, schrijvers en kunstenaars. En mijn naam is Rogaja Sek, ik ben programmamaker hier in de Bali. En naast mij zit Mieneke Schippers. Een hartelijk applaus. En zij is emeritus hoogleraar, interculturele literatuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden. En u heeft net dit boek, gaan we eigenlijk tutoyeren of moet ik fouilleren of tutoyeren? Zeg maar jij. Oké. Zij heeft net dit boek geschreven, Weduwen. Eigenlijk in 2004 kwam het boek uit, Trouw nou nooit een vrouw met grote voeten. Waarvoor je heel veel spreekwoorden hebt verzameld over de hele wereld. Mm-hmm. En heel veel van die spreekwoorden die gingen over weduwen. Ik zou er eventjes eentje voordragen. Zodra de boom geveld is, stelt de struik ernaast niets meer voor. Wat vertelt zo'n spreekwoordje? Ja, dit spreekwoord, dat gaat eigenlijk over de vrouw die met een prestigieuze man getrouwd was. Mm-hmm. En daar ontleende zij haar roem en glorie aan. En als hij wegvalt, ja, wat blijft er dan nog van je over, is de vraag. Ja, dat boek over die spreekwoorden, dat was zo'n ruim 20 jaar geleden. En daar, in dat dikke boek gingen maar 10 pagina's over weduwen. Dat vind ik nog best veel. In het geheel van 400 zoveel pagina's was het natuurlijk een klein bescheiden aandachtsgebied. Maar ik dacht wel, het zijn zulke vreemde gezegden over deze groep vrouwen. Ik dacht, ja, daar moet ik later ooit nog eens een keer naar terug. En dat is dus heel veel later pas gebeurd. Er was steeds een ander boek dat voortdrong. Mm-hmm. En zo is het gekomen dat ik in januari 2020 mij hierop ingestort heb. Je zou kunnen zeggen, ik was een klein springplankje van een paar handenvol weduwenspreekwoorden. En verder had ik niks. En daarmee ben ik in de duistere wereld van de weduwe gedoken. En hoe werkt dat dan, in de duistere wereld van de weduwe duiken? Nou, dan begin je als een gek te lezen En na te denken. En dan blijkt dus op allerlei vreemde manieren dat toch veel soorten mensen zich daarover hebben uitgelaten. Hè, van filosofen als bijvoorbeeld Confucius, historici als Herodotus of reizigers als Ibn Battuta. En wat zeiden die historici over weduwen? Die beschrijven dan wat ze zien, wat ze meemaken. Wat voor rituelen maken ze mee? Bijvoorbeeld Herodotus schrijft dan over bepaalde volken. En dan zegt hij, het is zo vreemd, want dan gaat die man dood. En al die vrouwen die van hem gehouden hebben, die staan ruzie te maken wie met hem mee het graf in mag. Bijvoorbeeld. En wie dan uitgekozen wordt, ja, die voelt zich helemaal geweldig. Hè? En dan ontstaan er enorme conflicten tussen de vrouwen die dan niet mee mogen. Soms mogen er wel 30 mee. Maar degenen die niet verkozen zijn, die haten elkaar nog meer en doen onaardig tegen elkaar. Ja, misschien is het wel leuk om iets even te zoeken. Zeker. Wat er zo over gezegd wordt. Even kijken. Mee met hem. Ja, bijvoorbeeld een reiziger die in het land van de Mormonen terechtkomt. Jules Remy, 1860 schrijft hij dit. De dode man had zijn mooiste vrouw uitgekozen om hem te vergezellen op zijn laatste reis. Nadat de beide paarden waren geofferd, stapte de jonge vrouw op het graf van haar man zonder enig spoor van angst. De broer van haar man sneed eerst haar haar af en daarna schoot hij een kogel door haar hart.
En dat is maar een voorbeeld. Heel veel tragische voorbeelden in het boek. Ja. Omdat dat iemand het gezien heeft en niet met een vooringenomen perspectief kijkt, dat kun je daar wel uithalen uit die teksten, dan krijg je toch informatie die wij anders nooit gehad zouden hebben. Hè? En of dat nu... wij hebben misschien allemaal op school geleerd dat Bonifatius bij Dokkum vermoord is. Maar hij schrijft ook naar een koning in Engeland, dat hij ergens in Midden-Europa is. En dan zegt hij, de vrouwen hier, de West-Slaven, zegt hij, die houden zo verschrikkelijk veel van hun man. Als die man begraven ligt, dan richten zij een galg op zijn graf op en dan gaan ze aanhangen. Want ze willen eigenlijk niet meer verder leven. Mm-hmm. En dus op een moment kom je dan overal in de wereld zulke verhalen tegen. En dan vraag je af, waarom zou zo'n vrouw het liefst met die man mee willen? Mm-hmm. En het lijkt erop dat ze heel vaak juist denken, nou ja, wat ik hier op aarde nog tegenkom, hè, de getrouwde vrouwen haten mij en pesten mij. En wat zal ik hier nog? En het prestige van getrouwdheid is voor vrouwen bijna het hoogst haalbare, lijkt het vaak. En hoe meer je dat tegenkomt, vraag je af, ja, maar was er dan alleen maar dat getrouwde leven, mm-hmm, voor vrouwen? En hoe kan het dan dat het zo erg verschilt van mannen? Dat denk ik is een kwestie van macht, vooral. Dus wie de macht heeft, die maakt de regels. Kijk, er zijn ook hele oude graven die bestudeerd zijn, waar je al verschil in gelijkheid of hiërarchie tegenkomt. En wanneer een man zijn vrouw op schoot heeft en vasthoudt in het graf, dan is dat toch een heel ander perspectief dan wanneer zij bij de andere spullen hoort. Die zijn meegegeven, hè, van zijn wapens tot zijn eetgerei of zijn paard of zijn hond. Mm-hmm. Als ze daarbij ligt, dan zijn het allemaal spullen en objecten die hem meegegeven worden, want die zal hij in het hiernamaals ook nodig hebben. Dus ja, ik denk dat het een kwestie van macht is. Wie macht heeft, die heeft greep op degene die minder macht heeft. Ja, ik zag ook de stelling die belangrijk is in De Heuvels van het Paradijs, je vorige boek, terugkomen in dit boek. Ik wil hem even voorlezen. De spectaculaire baarcapaciteit heeft mannen afhankelijk gemaakt van vrouwen voor hun nageslacht. Om daar iets substantieels tegenover te stellen, is alles uit de kast gehaald om vrouwen op andere terreinen voorbij te streven. Ja. En hoe komt dat dan weer terug in dit boek Weduwe? Omdat weduwen een categorie zijn die zenuwachtig maken omdat ze niet gecontroleerd worden. Niet gecontroleerd zeggen, door mannen bedoel je? Of door... Ja, dus normaal is er een man. En ik las nog even in dat boek terwijl ik in de bus zat op weg hierheen. Dat het vaak zo is. Dat een man een greep op zijn eigen vrouw heeft. En tot 1971 was in Nederland een wet dat de man het hoofd van het gezin was. Ja, tot 1971. Dus dat is helemaal nog niet zo lang geleden. En dus die hiërarchie die sprak zodanig vanzelf. Mm-hmm. Wat hield die wet dan in eigenlijk? Zeg je? Wat hield die wet in? Ja, alles was zo geregeld dat het vanzelf sprak dat voor de man
dat de man de baas was. En je ziet het ook aan de spreekwoorden over de dood. Van wanneer een vrouw doodgaat. Liefde of verdriet voor de dode vrouw duurt tot de deur. Dat betekent, zodra zij uitgedragen is naar het graf, dan is het klaar. Dan hoef je daar niet meer. Of God zij geprezen voor de dode vrouw. Dit komt uit Brazilië, dat eerste komt uit Europa. En je vraagt je dan af, als die spreekwoorden kennelijk populair waren, want ik heb er wel 20 van gevonden in Europa. Hoe ging dat dan? Zeiden mensen dan, wisselden mannen dit onderling uit? En zaten de vrouwen daar dan bij mee te glimlachen van, ja, zo is het nou eenmaal? Ja. Hè? Dus, moet je die serieus nemen? Moet je spreekwoorden serieus nemen? En op welke manier? Nou, ik denk, je zou ze kunnen omkeren en zeggen, liefde voor de dode man. Het duurt tot de deur en dan heeft dat toch weer een ander effect. het grappige is, dat is ooit gebeurd met een klein boekje dat ik over Afrikaanse spreekwoorden heb geschreven. En vrouwen in Zuid-Afrika en Kenia stuurden mij later brieven en schreven, we hebben al die boodschappen gekregen en opeens hebben we alles omgekeerd. Mm-hmm. Dus het effect dat alles waar een man stond, overal waar een man stond, hebben we vrouw ingevuld. En toen hebben we zo ontzettend gelachen met elkaar en dachten we, kijk, we moeten ons perspectief op de wereld veranderen. En ik denk dat geldt ook voor al die informatie over de geschiedenis van weduwen die eigenlijk in geconcentreerde vorm laten zien eigenlijk de hele geschiedenis van vrouwen sinds, zeg maar, de wereld meer zo gevormd heeft dat vrouwen minder macht hadden. Ik wilde eventjes een paar onderwerpen langs die in je boek langskomen. Het omhoog trouwen van vrouwen. Ja. Wat is dat en hoe heeft dat invloed op weduwen dan weer? Ja, nou ja, omhoog trouwen en omlaag trouwen, die ontdekte ik, die twee fenomenen, toen ik met die spreekwoorden bezig was. Trouw nooit een vrouw met grote voeten, heet dat boek. En die grote voeten, die zijn een metafoor voor alle talenten, alles wat een vrouw in haar mars heeft, mm-hmm. wat ze kan allemaal. En, dus trouw nooit met een getalenteerde vrouw? Ja, een getalenteerde vrouw of of een rijkere vrouw? Ja, een geleerde vrouw, kan ook. Dat wordt nooit wat, volgens de spreekwoorden dan. Maar als je daarnaar kijkt, dan zie je dus, ja, die man hoort dus volgens die boodschappen in spreekwoorden. En eigenlijk, als je naar onze eigen samenleving kijkt, worden die boodschappen vaak nog gehoorzaam nageleefd. Bijvoorbeeld, een man hoort groter te zijn. Als wij iemand mm-hmm. uitzoeken, een man, dan kun je omhoog kijken. Je kijkt letterlijk al naar hem op, want zo kies je dat uit. Is dat eigenlijk in Nederland, is dat iets Nederlands of is dat iets wereldwijd? Ik denk dat het in het algemeen, zou je kunnen zeggen. Het grappige is, ik vond dan bijvoorbeeld wel eens een heel leuk spreekwoord uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. En als dan een man een klein schril mannetje is, dan hebben ze toch een mooi spreekwoord om te laten zien dat hij toch de macht heeft door te zeggen, een klein touwtje bindt een groot pak dicht. Daar kun je dus heel, heel goed aan zien. Hè? En dat betekent zoiets als, de zwakste van de mannen mm-hmm. is altijd nog machtiger dan de sterkste van de vrouwen. Dus je hebt een geruststellende boodschap nodig. Je trouwt al omlaag als een man om te zorgen dat zij minder talenten heeft, minder geld heeft. Nou ja, hoewel soms het natuurlijk ook heerlijk is om met een heel rijke vrouw te trouwen en dan toch nog de controle uitoefenen. Mm-hmm. Maar, dus en wat zorgt daarvoor uiteindelijk? Wat is het gevolg daarvan?
Nou, ik denk wanneer je misschien onzeker bent als man, dat je het dan niet aandurft om een vrouw met meer talenten dan jij zelf hebt in zee te gaan. Snap je? Ja, en dan gaat de man dood. Wat is daar dan het... Dus wanneer die man en die vrouw dan, zeg maar, hij omlaag en zij omhoog trouwt. En als die man dan doodgaat, dan is zij dus volstrekt afhankelijk van hem geweest. Meer dan omgekeerd. En in dat geval krijg je dan de situatie dat zij als de struik naast die gevelde boom... dat zij kennelijk in een situatie dreigt te komen... dat ze dan niet weet hoe ze verder moet. Ja. En er zijn dus ruim 258 miljoen weduwen in de wereld. 258, 5000 zoiets. Heel veel van hen zijn dan getrouwd geweest met oudere mannen... die dus meer ervaring hadden, meer in hun mars hadden. En dan raak je een soort ontheemd, zo lijkt het. En de boodschap is ook, nou, ze kan eigenlijk geen kinderen opvoeden in haar eentje. Haar hond kan ze niet in bedwang houden, nou, ja, noem maar. Dus de boodschappen die rondhangen zijn van, nou, dat wordt nooit meer wat. Ja. En het lijkt bijna alsof het is omdat zij... stel dat zij het wel in haar eentje redt... Hè, dan worden misschien al die andere getrouwde vrouwen ook onrustig. Dus de boodschappen zijn, nou, dat kan nooit wat worden. Ze heeft, als haar man doodgaat, dan heeft ze geen ruggengraat meer. En bovendien, ze is als een vijgenboom langs de weg. Iedereen kan er maar van plukken. Dus seksueel is het ook heel bedreigend. En stel dat ze... dat ze als paard zonder berijder, want dat is ook heel vaak is dat de berijder is altijd haar echtgenoot. En als zij de berijder eraf gegooid heeft en ze vindt toch nog de wei in haar eentje, hè, en ze kan heerlijk van het gras smullen. En van het gras smullen staat dan eigenlijk ook voor seks. Hè. Dus de controle die gaat verloren. En dat geeft onrust in de samenleving. Het betekent vaak ook dat ze makkelijk lastiggevallen wordt. En dan durft ze daar niks van te zeggen, omdat er toch al over haar geroddeld wordt. Ja, en een ander onderwerp. Het inwonen bij de familie van de man. Ja. Dat gebeurt op een heel groot gedeelte... van deze wereld, is dat normaal? Ja. Dat je gaat trouwen, dat je dan gaat wonen bij de familie van de man? Ja. Wat voor invloed heeft dat op de positie van de vrouw? Enorme invloed. En zeker als ze weduwe wordt. Kijk, van oudsher is gelijk... Oh ja, hier kan je het op het kaartje zien. Hoeveel patriarchaal huwelijk, patrilokaal trouwen gebeurt... toen er nog kleine samenlevingen waren van kleine groepjes die rond zwierven, toen was het eigenlijk nog niet zo'n punt. Maar op een moment hebben de vrouwen de landbouw uitgevonden, vlakbij huis. En als die mannen dan van de jacht terugkwamen en ze hadden niks bij zich, dan hadden die vrouwen toch nog iets te eten. En toen op een moment is op verschillende plekken de ploeg uitgevonden. En die ploeg die maakte dat er veel meer landbouw, dat er veel meer verbouwd kon worden. En vanaf dat moment, want dat deden mannen dan, dat praktiseerden ze die landbouw bij hun eigen op hun eigen erf of rondom. En dat maakte dat het steeds vanzelfsprekender werd dat die bruid bij die familie van die man kwam wonen. En toen ik in Congo woonde, toen zeiden vrouwen waarschuwend moeders tegen hun zonen, die gingen trouwen. Eten met een vrouw is eten met een heks, dus als een soort waarschuwing. Wat bedoelden ze daarmee? En als je dan vroeg wat betekent dat, dan zeiden ze, ja, maar zij komt van buiten.
Wij zouden zeggen, ze is van de koude kant. Of zij heeft ander bloed. En hij moet wel dus iemand van buiten vinden... omdat wij nageslacht willen in onze familie. Maar je moet altijd met haar uitkijken. Het is geen bloedverwantschap, dus daar moet je mee uitkijken. En wanneer dus die mensen dan bij de familie van de man introuwen... Mm-hmm. of in de buurt wonen, en dan op een moment gaat die man dood. En dan krijg je een probleem, want... Hoe is het gekomen? Er zit nog een heks in huis. Ja, heeft zij misschien iets gedaan? En vandaar dat in Engeland bijvoorbeeld een spreekwoord bestaat... dat zegt... Trouw nooit met een weduwe... behalve als haar man was opgehangen. Hè, voor straf. Dan kan zij het niet gedaan hebben. Oh, ja, ja. En er werd vaak gewaarschuwd tegen trouwen met een weduwe. Hè, een vrouw, zeggen de Fransen, die haar man heeft begraven... zal niet aarzelen er nog een te begraven. Ja. Dus die... Maar, en daarmee komen we eigenlijk ook een beetje bij die hekserij. Wat ook een heel groot thema is in het boek. Ja, maar ik denk wat nog even over dat patrilokaal wonen... dat steeds meer geworden is. Er zijn nog kleine groepen waar het andersom is. En die vrouwen die hebben veel meer het gevoel... dat die mannen moeten zich aanpassen. Hè. Een collega gaf mij voorbeelden uit van de Minangkabau op Sumatra... Daar zeggen die vrouwen, een man is niet meer dan een stofje op een boomstronk. Of... Wat bedoelen ze daar dan mee? Nou, hij stelt niks voor. De man stelt niks voor? Ja, ja. Of hij is als een vlieg op de staart van de karbouw. Dus die zwaait hij weg met die staart. Snap je? Maar dat is heel uitzonderlijk geleidelijk geworden... En dus wanneer een vrouw bij die schoonfamilie woont... en iedereen denkt, zou zij misschien hem wel goed voor hem gezorgd hebben? Misschien heeft ze wel hem vergiftigd. Mm-hmm. En dan krijg je soms dat zij een test moet doen... waaruit zou kunnen blijken dat zij hem niet heeft vergiftigd... of niet heeft behekst... En dat gebeurt dan soms. Had ik ook plaatjes van, maar ik weet niet of die hier in de serie zitten. Plaatjes dat zij bij ons dan, er werd iemand om te testen of ze heks was, werd ze in het water met een bak stenen. Het plaatje zit volgens mij niet bij, dus je hoeft niet heel hard te zoeken. Maar goed, dan als zij... door de lucht onder haar rokken bleef drijven... dan zeiden ze, ja, maar ze is toch een heks... want ze blijft drijven, hè, ondanks al die stenen. En als ze naar de bodem zonk, dan was ze toch al verdronken. Dus of ze nou een heks was of niet, gaf het niet. Maar dat bij die familie van de man wonen, dat heeft voor... de meeste bruiden en echtgenoten vaak nadelige gevolgen gehad. En er is ook onderzoek naar gedaan dat veel meer geweld gepleegd wordt tegen vrouwen en met name weduwen die bij de familie van die man nou eenmaal moeten blijven. Ja. Omdat dat nou eenmaal zo hoorde. Of ze werd weggejaagd omdat ze heks was. En dan alles wat zij met haar man had opgebouwd... dat ging dan naar de familie van de man. Dus vandaar dat heel veel weduwen... bijvoorbeeld in India, maar ook in sommige gebieden in Afrika... Dan nergens heen kunnen en dan in zogenaamde heksendorpen terechtkomen... met hun kinderen of zonder kinderen. Ja. En dichter bij huis, want je was eigenlijk 20 jaar... dacht je van, dit is een thema waar ik ooit iets mee ga doen. Toen begon je vorig jaar met schrijven. En toen overleed na 3 maanden je eigen man. Ja, in 2020 was dat. Hè. Ik was in januari begonnen en hij overleed op 7 april. En dan ben je ontheemd een tijd.
En uitgeput. En nou ja, een aantal maanden kon ik alleen nog maar wandelen. Heb ik gedaan. Elke dag veel wandelen. En dan doet dat toch iets met je. Ik moest mij wel toezetten, maar dat ging. Dat deed ik dan wel. En yoga in de ochtend deed ik. Dan na de zomer dacht ik, ja, maar ik kan hier nou wel blijven zitten, maar ik ga maar wat doen. Toen heb ik mijn onderwerp weer opgepakt en gedacht, ik ga als een gek alles lezen wat ik kan vinden over weduwen. En daar was ik natuurlijk toch al mee bezig, maar ja, op een moment, ik weet niet of dat hebben andere schrijvers waarschijnlijk ook, dat je op een moment zoveel materiaal vindt, dat je denkt, hoe kan ik hier een beetje overspoeld door het materiaal. Ja, maar het was ook heel interessant, vooral ook omdat ik zoveel verhalen tegenkwam waar ik zelf geen ervaring mee had. En als je nou kijkt naar hoe dat is, ja, overal in de wereld delen we ook dingen wat dit betreft zeker. He, je moet afscheid nemen. Er was wel een mooi plaatje van, dacht ik. Ja, een van de eerste. Rauw staat erbij, denk ik. Ja. Dus dit heet het droevige bericht, heet dit schilderij. Die man is omgekomen in de oorlog en een andere soldaat die komt zijn spullen brengen bij die vrouw die dan achterblijft met twee kleintjes. En zij weet zich duidelijk geen raad. Een herkenbaar gevoel. Zo begint dat. Ja, ja ze weet niet hoe het verder moet. En ik denk wel dat heel veel vrouwen met kleine kinderen, dat je hebt toch een minimum aan bestaansmiddelen nodig, wil je verder kunnen. En als je alles ontnomen wordt, zoals in sommige van die patrilocale situaties gebeurt, dan is dat heel, heel dramatisch. Dus ja. En heeft dat schrijven nog geholpen bij je eigen rouwproces? Ja, misschien wel. Ja, het is heel lastig om die dingen uit elkaar te halen. Maar ik word meestal wel heel blij als ik aan het schrijven ben. Ook al waren het vaak schokkende en onthutsende heel verhalen. Heel erg schokkend. En vooral dat idee dat je niks meer te doen hebt in deze wereld als die man dood is. Dat vind je dus toch op heel veel plekken. Dat bijvoorbeeld in Oceanië schrijft een van die reizigers over hoe de vrouwen dus op die eilanden dan gingen ze naar als hun man dood was, en er waren soms meer vrouwen, dan gingen ze naar hun broer en dan zeiden ze, nu moet je mij wurgen, want als je niet snel bent, dan kan ik hem niet meer inhalen. En dat gebeurde dan ook. En dat ging soms in zulke aantallen. Bijvoorbeeld als een chef doodging en hij had 15 of 30 vrouwen. Dan gingen die allemaal mee met hem de dood in. En zodanig dat sommige volken uitgestorven zijn. Omdat de machtigen, die hebben de jonge en mooie vrouwen uitgezocht. Mm-hmm. Voor sommige mannen blijven dan alleen nog een paar oude vrouwen over. Mm-hmm. Dus het zijn schokkende verhalen die je tegenkomt. Ja. Maar alsnog word je er blij van het schrijfproces? Dan niet. Je bent onthutst en je denkt, jongens, wat is het fijn dat ook afgeschaft is geleidelijk. Ja. Ja. Want hoe is het met de positie van de weduwe nu? Ik denk dat het op veel plekken beter gaat. Doordat ik denk aan het
de charter van de Verenigde Naties. Hè? De gelijkheid van... Mm-hmm. Ik weet niet, dat citaat zit er waarschijnlijk niet in. Maar het is toch wel een belangrijk citaat. Ik weet niet of ik het zo gauw kan vinden. Maar dat dus ieder gelijk is voor de wet. En ieder recht heeft op leven. En dat je dus iets hebt om op terug te grijpen. Wanneer het erom gaat dat je recht hebt om te bestaan. Hè? Of je nu man of vrouw bent, of getrouwd of weduwe. Dat maakt allemaal niks uit. Hè? En wanneer het dan gaat om argumenten over... ja, maar we hebben onze tradities. Ja. En de vraag van wie zijn die tradities eigenlijk? Wie heeft die bedacht en wie heeft daar voordeel van? En wat is het antwoord daarop? Nou, het antwoord daarop is dat er dus belangen zijn... die voor sommigen goed uitpakken... en voor anderen juist heel, heel negatief... bijvoorbeeld het feit dat je... er zijn dus allerlei tradities waar een weduwe... voordat ze weer mee mag doen in de samenleving... moet ze seksueel gereinigd worden. Ja. En dat betekent dat de broer van de overledene moet seks met haar hebben... Hè? En omdat dat toch vaak besmettingen gaf sinds de HIV rondhangt overal... is dan ook bedacht, nou, daar moeten we maar beroepsreinigers van maken. Ja, die nog meer... HIV hebben. Ja, dat is nog, werd nog problematischer. Maar als vrouwen dan zeiden, nou, dat ga ik niet doen... En dan vervolgens, dat was dan de traditie dat het zo hoorde... en er stierf een kind in het dorp... dan zeiden sommigen, ja, die geest van jouw man is ontevreden... dus hij heeft wraak genomen op dat kind. En zolang jij die seks niet gedaan hebt... dat ritueel van die seksuele reiniging... dan komt het niet goed met onze samenleving. Dus heel veel vrouwen gaan daar toch in mee op een moment. Ja. Maar in sommige samenlevingen, zoals in Zambia bijvoorbeeld... dan wordt gezegd, we kunnen dat ook op een andere manier doen. Dus bijvoorbeeld door iemand met kruiden in te smeren. En dan is het ook goed. Oké, dat klinkt wel beter. Ja, dat kan dus ook. En als dat geaccepteerd werd, dan was het goed. Maar er waren dus soms toch wel mopperige mensen die zeiden... ja, maar wacht eens even, wat zullen onze voorouders hier wel van zeggen? Wat voor doel dient dan zo'n heftig ritueel? Ja, is dat dan omdat het eenmaal een keertje bedacht is... en dat het dan maar doorgaat en doorgaat en dat mensen erin geloven? Of dient dan aan het begin ook een bepaald doel, zo'n ritueel? Ja, nou ja, ik denk dat er misschien ooit gedacht is... als een man doodgaat, dan is hij niet tevreden in dat hiernamaals. Dus wij moeten allerlei dingen doen. Bijvoorbeeld, we moeten hem een goede begrafenis geven. We moeten offers brengen. We moeten liederen zingen. We moeten afscheid nemen en alles. En als hij dan toch nog zoveel ontevredenheid manifesteert... dan moet er nog iets gebeuren. En dan kan je op een moment op dit idee komen... kijk, als iemand anders seks met haar gehad heeft... dan is het misschien duidelijk aan voor hem... Ja. Maar ja, zo zijn er op allerlei manieren gedacht aan die aan hoe dat moest na de dood van mannen. Het gekke is dat je bijna nergens vindt dat die dood van een vrouw enige invloed had. Ja. Zij was eigenlijk meer die vlieg op die staart van de karbouw, kun je zeggen. Want omdat zij toch al geen macht had... Ja. En dus er werd van alles bedacht om die vrouw te controleren op allerlei manieren. En zij was vaak doodsbang zelf dat hij terug zou komen
en seks met haar zou willen. Hè, en dat ze daar dan onvruchtbaar van werd. Of dat ze dood zou gaan. Ja. Of een vreselijk ongelukkig kind zou krijgen. Noem maar allerlei angsten. Iedereen staat toch met angst tegenover het verschijnsel van de dood. Ja. En dus ik denk, wanneer er een bepaalde hiërarchie in een samenleving is, dan kan het heel goed zo zijn dat een weduwe dan geassocieerd wordt met de dood. Zij is natuurlijk toch al een zwakkere figuur. En als je alles maar aan haar vasthangt, hè, zij is besmettelijk als hij dood is. Hè. Zij moet aparte kleren aan, zodat we goed niet te dicht bij haar hoeven te komen. Hè, die kleding die staat als een soort gevarendriehoek om haar heen, kun je bijna zeggen. En nou ja, kijk, hier bijvoorbeeld zie je heel goed hoe dat bij ons, er waren enorme 1879 staat heel klein in de boek. Ja, dus als je niet wist wat je aan moest als je man doodgegaan was, dan waren daar tijdschriften voor waar je dat precies kon vinden. Kijk vooral even naar de zakdoeken die ook rouwranden hadden. Alles moest met rouw te maken hebben. Ja. En ze moest dat ook, als je dat niet zou doen, dan betekende dat je toch misschien niet echt veel van die man had gehouden. Ja, kunnen we misschien nog eventjes de paar plaatjes doorklikken hier naar andere voorbeelden van rouw kledij. En dan eindigen we zo met Jackie Kennedy, geloof ik, dat ik zag. Nou, even misschien over de... Even. Want als je aan mensen vraagt, maar waarom hadden vrouwen dan die sluier om? Mm-hmm. Die rouwsluier. Dan zeggen mensen, ja, maar misschien omdat ze dan kon huilen achter die sluier. En, maar als je dus terugkijkt in de geschiedenis, dan had dat ermee te maken dat je je vermomde, zodat die geest van die man je niet zou herkennen. Er zijn allerlei manieren bedacht om... Wow. Ja. En dat bijvoorbeeld... Wij hebben dan dus nog iets van die traditie overgehouden. He, dat zie je bijvoorbeeld aan Jacqueline Kennedy. He, op de begrafenis heeft ze die sluier nog om. En dan nadat de ceremonies voorbij zijn, dan mag zij die achterover slaan over haar... zodat die op haar achterhoofd hangt. En, maar op het ogenblik doen wij dat hier niet meer. Dus zelden zie je nog iemand met een rouwsluier. Ik dacht dat het was om je huilerige gezicht te vermommen. Maar we huilen nu kennelijk gewoon omdat het helemaal oké is om te huilen. Maar behalve die vermomming met rouwsluier... Er waren er ook tradities waar die vrouw, de weduwe dan... de schoenen van iemand anders aandeed, zodat de sporen in het zand die geest van haar man zou op een dwaalspoor zou brengen, zodat hij haar niet terug kon vinden. Of ze deed mannenkleren aan 's nachts, zodat hij haar niet terug zou vinden. Die angsten voor de dood in de geest van de... Terwijl het ook zo'n mooi idee is dat je echtgenoot, je levenspartner nog ergens bij je in de buurt is eigenlijk. Ja. Het is wel jammer dat daar ook angst is. Ik wil eigenlijk nog eventjes, want we hebben niet zo lang meer... naar dat wat je meegenomen, namelijk een krant. Oh ja. Met je eigen gezicht heel groot op. Ik kan alleen niet zo goed lezen wat er daarop staat. Weet jij dat? Ja, dit is een nummer van het tijdschrift Akbar al-Adab. Dat is een literair weekblad in de het enige literaire weekblad in de Arabische wereld. Ik was uitgenodigd in Egypte omdat mijn nieuwe boek uitkwam. Dat wil zeggen dat bij ons in 2018 uitkwam. Mm-hmm. Heuvels van het Paradijs? Heuvels van het Paradijs, dat was nu uitgekomen in het Arabisch. En toen heeft een journaliste... heeft een lang artikel geschreven in dit nummer van dat blad. En het mooie was daar, dat ging eigenlijk vooral over,
over de lichaamsdelen die alleen vrouwen hebben. En het mooie was vooral, vond ik, dat je daar over alles gewoon kon praten zonder dat dat gênant werd, voor wie dan ook. Het ging over hoe dat zit, want je citeerde dat al uit Heuvels van het Paradijs. Dat, de vrouwen die kinderen baren, de jongetjes en de meisjes en de mannen die niks baren. Hè, en dan zie je dus aan de ontwikkeling van de scheppingsverhalen hoe steeds meer gekeken is naar mannelijke goden die het leven schenken. Hè? In de Bijbel staat bijvoorbeeld Eva is de moeder van alle levenden. Maar op plaatjes zie je hoe zij uit het lijf van Adam komt. Ja. Hè? En hoe God, dus de man is Allah, toch in de verhalen de schepper geworden in plaats van de vrouw. Ja, dus het de leven schenken. Degene die baart. Ja, ja. Dus ja, je zou dat als baarmoedernijd kunnen uitleggen. Ja. Dat je terugvindt in de scheppingsverhalen. Ja. En toch kon ik daarover openlijk praten met een Arabisch publiek. En we hebben na een uur praten, hebben we 2 uur discussie gehad. En dat blijkt dus gewoon te kunnen. Dat je met elkaar begrijpt dat we in eenzelfde geschiedenis met elkaar zitten. En was je daarover verbaasd? Daar was ik, nee, uiteindelijk niet. Ja, ik ben al een aantal keren daar geweest. Maar goed, ik had nog nooit over de lichaamsdelen die alleen vrouwen hebben daar gesproken. En omdat ik niet geneigd ben mij te censureren, schreef ik aan mijn uitgever. Ik heb een PowerPoint gemaakt, er staan ook vulva's in. Dat is toch wel oké, hè? En toen schreef hij, gewoon alles laten zien. De uitgever uit Egypte. Ja. Hij zei, mijn taak hier is om de luiken naar de wereld open te zetten. Ja. En de gordijnen open te schuiven. Want anders heb ik hier geen goede taak te doen. En maar aan de andere kant is het boek... dit is niet het Heuvels van het Paradijs. Dit is Bloot of Bedekt. Ja. Wat ook hier vertaald is in het Arabisch. Ja. Maar die is in Saoedi-Arabië verboden inmiddels. Ja, nog maar een jaar of zo, of anderhalf jaar. Eerst bij de boekenbeurs in Jeddah had mijn uitgever het nog gewoon liggen en niks aan de hand. En ja, je hebt maar 1 persoon nodig die gaat klagen zonder het gelezen te hebben, denk ik. Ja, uiteraard. En dan, het is ook wel een prikkelende voorkant om over te klagen wellicht. Heel mooi. Ja, ik vond het fantastisch. Prachtig gedaan. En toch is het heel goed. Hè? En ook die schrijfster, die journaliste die dat artikel heeft geschreven, hè, die zei, ik draag nog wel een hoofddoek. Maar sinds ik dit boek gelezen heb, begin ik daar ook wel over na te denken. Okay. Of dat eigenlijk verplicht is. Sinds ze bloot of bedekt is een belangrijke vraag voor haar nu. Ja. Wat probeer je eigenlijk te bewerkstelligen met al die boeken waarbij die zo ongelooflijk mondiaal zijn en dat het niet zeg maar alleen maar bijvoorbeeld de geschiedenis van weduwen in Nederland is, maar dat het dan meteen wereldwijd is. Ik denk dat de vraag die mij altijd het meest nieuwsgierig maakt, is de vraag, wat delen wij? Wat hebben wij gemeenschappelijk? En wat we gemeenschappelijk hebben, is ons lijf. Op die paar verschillen tussen mannen en vrouwen, zou je kunnen zeggen. En er is natuurlijk een overgangsgebied waarin dat allemaal minder vanzelfsprekend ligt. Maar ik denk dat we die vraag een beetje vergeten soms in onze hartstochtelijke discussie over identiteit. Want zodra je 1 identiteit en je hebt en je daaraan vastklampt, dan zou mijn oude vriendin Maryse Condé zeggen, ik weet niet of je wel eens van haar gelezen hebt of gehoord hebt. Zij komt uit de Caribische wereld.
Zij zegt, je zaagt de tak af waar je op zit. Als je, maar je amputeert jezelf wanneer je maar eigenlijk op één manier dingen mag doen. Ik weiger om elke kwaliteit mijzelf te ontzeggen. Dus ik moet eigenlijk voortdurend doorgroeien en bezig zijn met mij te ontwikkelen op alle manieren die in de menselijke cultuur mogelijk zijn. En je zaagt misschien ook je tak af als je jezelf dus identificeert, voornamelijk als één bepaald ding, omdat je mensen je zoveel meer zijn. Je doet jezelf tekort. Ja, we vragen altijd aan de gast of ze een vraag hebben voor de volgende gast. En nu hebben we Thijs Goldschmidt nog eventjes gebeld. Want dat was de vorige gast om een vraag, of hij ook een vraag had voor jou. En hij had een vraag, want hij heeft wel eens met jou in de trein gezeten naar Groningen, als ik het goed heb. Ja. En daar heb je heel veel verteld over paranormale verschijnselen. En hij vroeg zich altijd nog af, is dat alleen maar iets waar je heel veel over weet? Of is dat ook iets waar je in gelooft? Ik herinner me helemaal niet dat ik er zoveel over paranormale zaken had. Maar ik denk wel, ik heb zelf een keer meegemaakt dat ik ben een keer bij Gerard Croisset geweest. Dat was een paranormaal begaafde man. Omdat in Congo, waar ik gewoond had, was een klein jongetje weggeraakt. En de grootvader, die kwam uit Frankrijk en die had van Croisset gehoord dat hij dingen kon oplossen. En omdat iemand moest vertalen en ik in Congo was geweest, had hij via via over mij gehoord. Mm-hmm. En ben ik met die oude man, met foto's van dat kind, naar Croisset geweest. En die wist meteen, hij hield alleen de foto van dat kind in zijn handen. En hij zei in het Nederlands, dat kind is dood. En ik zei, ja, maar ik kan dat niet nu meteen aan die grootvader zeggen. Dat is te schokkend. Dus je moet eerst maar wat dingen vertellen. Hij begon te vertellen over het kind dat had een tekening voor Moederdag gemaakt. Die was hij daar en daar op een kruispunt in Kolwezi, in die stad in Congo, verloren. Want iemand anders dan de normale persoon die hem ophaalde op school had hem meegenomen. Mm-hmm. Dan denk ik, en het bleek achteraf allemaal zo te zijn. Dat is dan het antwoord. Het paranormale bestaat waarschijnlijk. Dat wil zeggen, er zijn dingen waar wij geen verklaring voor hebben en die toch soms blijken te kloppen. Dus ik denk, mysteries zullen altijd blijven. En we moeten ook nieuwsgierig blijven naar wat er meer mogelijk is. Dankjewel, Mieneke Schipper. Wij praten hier zo meteen nog eventjes verder, in ieder geval als er vragen zijn. Maar voor AT5, de mensen die daar kijken, wil ik eventjes afsluiten. En ook de mensen die kijken via de livestream. Volgende week is David de Jong hier te gast, een Midden-Oosten correspondent. En hij heeft het boek Natiemiljardairs geschreven. Mieneke Schipper heeft ook een vraag voor hem. Maar dat hoort u dus wat die vraag is volgende week in Plein Publiek. Heel erg bedankt voor het kijken. Dankjewel voor het gesprek. Volgens mij, ik had zelf nog wel best wel wat dingen die helemaal aan het einde nog heel veel vragen opriepen. Maar toen werd ik een beetje zenuwachtig van dat we dus ook echt niet mogen uitlopen door dat het ook op AT5 wordt uitgezonden. Maar hadden jullie dat ook en zijn er nog dingen waar jullie op door willen vragen? Hallo. Ik moet even. Je mag een microfoon. Ja, ik dacht we zijn in zo'n klein zaaltje, maar het is wel heel prettig eigenlijk. Dankjewel. Ik was nog wel nieuwsgierig in hoeverre jouw ervaring met je eigen weduwnaarschap. Als ik het zo weduwschap. Weduwschap, inderdaad. Of is het een man? Ja, precies. In hoeverre die nog jouw werk hebben beïnvloed, terwijl je daarmee bezig was met je onderzoek. Is dat zo? Ja. Of?
heb je je wetenschappelijke objectiviteit als zodanig behouden? Weet je, wat wij delen, denk ik, als je partner doodgaat, dan kan dat op allerlei manieren uitpakken. Er zijn misschien wel mensen die heel erg opgelucht zijn. En er zijn, de meeste mensen hebben toch, als je een goede relatie hebt, dan denk ik dat je heel erg ontheemd raakt. Ja, dat is voor mij het woord. Maar tegelijkertijd denk ik dat ik zo ontzettend blij was dat al dit soort manieren van weduwe in het corset van de samenleving te dwingen, dat we dat hier niet meer hebben. Tegelijkertijd, wij hadden het in ons voorgesprek daarover, dat er ook klagen en rouwen, hè? Dat in sommige tradities, dat je dan als vrouwen met elkaar ontzettend begint te jammeren met elkaar. Dus je zit daar, je bent ongelukkig, al die andere vrouwen om je heen. En jij zei, ja, dat lijkt me wel lekker. Dat lijkt me, dat lijkt me ook wel iets hebben, hè? En wat daar dus het probleem toch wel een beetje mee is, is dat mannen mogen dat niet. Het hoort ook niet voor mannen. Ik heb bijvoorbeeld, in het boek staat ook een afbeelding van hoe de mannen dan hun gezicht bewaren en die vrouwen met warrige haren om dat lijk van die man heen staan en van alles aan het beredderen zijn, jammerend en wel. En die mannen die moeten eigenlijk hun ijzige gezicht opzetten. Want anders ben je, ja, of je bent een barbaar, zeggen ze, of je bent een vrouw. Nou ja, hè, wie wil dat nou wezen, denk ik. Dus snap je? Dus ik denk dat het fijn is dat je niet daar meer zoveel van hoeft aan te trekken. Dat je bijvoorbeeld 2 jaar in het zwart loopt en een vriendin uit Oost-Duitsland zei, ja, bij ons in het dorp, dan na 2 jaar ging een vrouw dan, een weduwe, dan beige dragen. En als je dat dan bijvoorbeeld na 1,5 jaar is, ze loopt al in beige. En dan, nou ja, dan kan je wel opdoeken, want dat komt nooit meer goed. Snap? Ja, dus al dit soort dingen. Maar ik denk dat het nu nog geldt. En misschien door mijn opvoeding en mijn eigen wijzigheid en mij niet te veel aantrekken van wat de mensen zeggen. Dat maakt misschien dat je daar steviger in staat. Want ik kreeg een e-mail van een oud-studenten van mij. Die zei, ja, ik zie dat je boek er is en ik ben net weduwe geworden een jaar geleden en ik moet mijzelf opnieuw uitvinden. Wat is mijn identiteit? Mensen doen anders tegen mij. Ja, ik denk als je een gevoelige antenne voor dat soort dingen hebt, dan is het toch lastig. Blijft het lastig. Ja, ik hoop dat we ons allemaal steeds minder aantrekken van die van die dwang. Hè? Ook al hoe je uiterlijk. Je moet, alles moet volgens, hè, dan word je keurend opgenomen van, nou, hè, hoor jij er nog wel bij? Hè? En zeker als je ouder wordt, is dat, dan denk ik, ja, als je daar de hele tijd mee bezig bent, zo zonde van je leven. Hè? Je kunt zoveel spannender of interessanter of mooiere dingen doen waar je meer aardigheid aan beleeft dan voortdurend maar, wat we wel eens in een eerdere bijeenkomst hier genoemd hebben, de terreur van de buitenkant. Ik denk, van de moedermafia ging het toen volgens mij over, of niet? Hè? De terreur van de moedermafia, bijvoorbeeld. Daar ging het toen, ja, volgens mij ook, over. Ja, ook. Dat kan ook van de moedermafia. Maar ook van de terreur van hoe je eruit moet zien. En het is toch zo droevig dat je dan een bepaald soort tasje of merk moet dragen om het gevoel te hebben dat je erbij mag horen. Nou, dat is,
Als we dat allemaal achter ons kunnen laten, dan schieten we alles stuk op. Ja. En daar is denk ik dat weduwschap hoort daarbij ook. Ja, is er nog een vraag? Ja, kan je hem doorgeven naar voren? Ja, ik vroeg me af, zijn er ook voorbeelden van mannen die met hun vrouw mee het graf ingingen? Zeg maar, ja. Want er waren natuurlijk ook machtige vrouwen. Ja, zeker. Nou, er zijn dus op sommige plekken in Nieuw-Zeeland en Australië gebeurde het vroeger wel dat het van beide kanten ging. Zo ging dat als de vrouw stierf, de man meeging. En als de man stierf, de vrouw meeging. Dat was heel normaal, schrijft een reiziger uit die tijd. Ik geloof nog in de 19e eeuw nog. En er was een heel interessante abbé, een priester uit Ivoorkust. En die wilde weten hoe dat bij zijn in Oost-Ivoorkust. Heeft hij allemaal uitgezocht en met heel veel oudere mensen gesproken. Hoe is dat nou bij ons gegaan? Hè? Want vroeger een man ging met zijn vrouw en een vrouw met zijn man. En dus dan heeft hij dat allemaal opgetekend. Ik heb daar ook iets over in het boek geschreven. Dat deze man, hij kwam naar ergens en dan was het zo. Er was een man die met zijn vrouw mee moest, omdat zij doodgegaan was. Heel lang geleden. En toen dacht hij, ja, hoe kom ik daar nou onderuit? Want ik wil eigenlijk helemaal niet met haar mee. Toen dacht hij, ja, maar die chef hier, die heeft 4 vrouwen. Dus toen zei hij, ja, ik loop daarover te denken. Ik moet dus mijn vrouw achterna. Maar hoe is dat nou bij jou met die 4 vrouwen? Want als er nou 1 doodgaat, dan moet jij mee. Maar hoe moet het nou met die 3 anderen? Toen zei de chef, ja, maar daar moet ik wel eens over hebben. En dus een lange palaver en gedacht, hoe gaat het nou verder? En toen heeft hij gezegd, ja, eigenlijk moeten we dat gewoon niet meer doen. En dus dan zei hij, en hoe ging het dan verder? En die vrouw hoefde die dan ook niet meer met haar man. Ja, dat is nog wel een tijd doorgegaan. Snap je? Dus als het eenmaal ergens ingesleept bij die vrouwen blijft, is dat allemaal veel langer doorgegaan vaak. We hebben het helemaal niet gehad over India. Mm-hmm. We hebben het over heel veel dingen niet gehad die in het boek staan. Er staat namelijk heel veel in het boek. Ja, maar goed. Dus dat een vrouw meeging met haar man op de brandstapel. Hij is dood en zij moet hem dan omklemmen. Levend hem wel. En dan wordt ze mee verbrand. Hier bijvoorbeeld zie je ze. En als zij dat deed, dan was dat heel goed voor haar man. Want dan werden al zijn zonden vergeven. En bovendien, voor haar was het grote voordeel dat ze in een volgend leven niet als vrouw terug hoefde te komen. Ja, het zijn allemaal treurige, dat zijn echt treurige verhalen. En ik denk dat het heel mooi is dat deze dingen ook in landen als India en op verschillende plekken in Afrika, die tradities nu ter discussie worden gesteld. Ja. En ook dat de vrouwen, zeg maar, de dochters van het land, dus die bij de familie van de man horen, zich niet langer zo verheven voelen boven die vrouwen die binnengekomen zijn op een zonder dat zij bloedverwanten zijn, dat ze nu steeds meer met elkaar in gesprek zijn en zeggen, jongens, wij, of meiden, wij hebben eigenlijk met elkaar, we delen veel belangen, dus we kunnen veel beter met elkaar 1 stem vormen en dan doorgaan met ons gevecht. En bovendien natuurlijk al dat lange rouwen wat vrouwen vroeger verplicht moesten doen. Ja, nu heb je een kantoorbaan en dan moet je 6 maanden naar je dorp zeker om daar alle rituelen en al dat rouwen. En nou, dat kan echt niet meer. En
Dus als je je eigen inkomen hebt, maakt alles ook al heel anders natuurlijk. Mm-hmm. Zo is het. Ja. Is er nog een vraag of gaan we verder praten aan de bar of niet verder praten? Zullen we dan nog een applaus geven voor Mieneke Schipper? Dank je wel. Heel erg bedankt dat je hier was.